Dank u wel, mevrouw de voorzitter, meneer de collegevoorzitter, collega's. Leerlingen uit Brusselse middelbare scholen doen het niet zo goed in het hoger onderwijs. In vergelijking met leerlingen uit de rest van Vlaanderen hebben zij de laagste slaagkansen van allemaal. Dat blijkt niet alleen uit de tweejaarlijkse PISA-cijfers, maar nu ook uit cijfers van het ministerie van Onderwijs, dat de slaagkansen nagaat per provincie, inclusief het Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat blieft? Dat geen provincies. Geen provincies. Het zijn de provincies plus het Brussels hoofdstedelijk gewest. Leerlingen uit Nederlandstalige Brusselse middelbare scholen hebben gemiddeld het minst kans op slagen in het eerste jaar hogeschool of universiteit. Zo eindigt Brussel bij de 5 populairste richtingen in het ASO 4 keer als laatste. Enkel in de richting moderne talen wiskunde doen Brusselaars het iets beter. Ook de Brusselse leerlingen die vanuit het TSO naar de hogeschool of universiteit gaan, doen het minder goed dan leerlingen die elders in Vlaanderen vanuit dezelfde richting naar een hogeschool of universiteit gingen. Van de 21 TSO-richtingen behalen de Brusselaars, meneer de collegevoorzitter, niet minder dan 14 keer de minste studiepunten. Volgens het rapport liggen hun prestaties doorgaans tientallen procenten onder die van leerlingen uit de andere landsdelen. Cijfers die toch vragen doen stellen bij de constante stroom aan hoera-berichten die vanuit het college de wereld worden ingestuurd. De PISA-rapporten hebben er eerder al op gewezen. Brusselse leerlingen kampen al te vaak met een taalachterstand. Zelfs Marc Elgardus, onderwijssocioloog aan de VUB, moet dat ongewild toegeven. In een reactie in de pers stelt hij dat de verschillen niet zozeer met taalachterstand of sociale positie te maken, om zichzelf een paar regels verder in feite tegen te spreken, door toe te geven dat, en ik citeer hem, in Brussel, zegt hij, in Brussel hebben daarboven nog meer leerlingen een andere thuistaal. Dat maakt het extra moeilijk. Het is inderdaad zo dat zeker niet alleen de zogenaamde socio-economische achtergrond van de leerlingen verantwoordelijk is voor het minder presteren. Leerlingen met een perfect vergelijkbare socio-economische achtergrond in de steden doen het ook opmerkelijk slechter dan leerlingen buiten de steden. Dus wanneer men de socio-economische situatie gaat vergelijken, dan stelt men vast dat die eigenlijk niet aan de basis ligt van de mindere prestaties. Voor wat betreft de Nederlandstalige leerlingen stellen we dus opnieuw samen met PISA vast dat deze leerlingen inderdaad een achterstand oplopen doordat de onderwijskwaliteit stevig daalt bij een significant aandeel anderstaligen in de klas. Of anders gezegd, onze Nederlandstalige kinderen zien hun academische toekomst deels in gevaar gebracht door de immigratiepolitiek van de voorbije decennia die vandaag de dag lustig verder wordt gevoerd. Onderwijsexperte Mieke van Houten van de Universiteit Gent pleit naar aanleiding van de cijfers voor een betere mix van leerlingen. Allemaal goed en wel. Ik ga ervan uit dat ze niet bedoelt een betere socio-economische mix, aangezien dat blijkbaar niet de oorzaak van de problematiek is, maar een betere taalmix, dus een betere leerlingenmix. En in Brussel lijkt dat op dit moment niet mogelijk te zijn, omdat net de sterkste leerlingen, wat taal betreft, de Nederlandstaligen dus, het extra moeilijk wordt gemaakt en dat die dikwijls zelfs Brussel verlaten, omdat ze gewoon niet ingeschreven geraken in een school, of toch zeker niet in de school van hun keuze. Dus opnieuw moeten we vaststellen dat het ontbreken, meneer de collegevoorzitter, van een absoluut voorrangsbeleid voor Nederlandstalige leerlingen een van de oorzaken is van de achteruitgang van de onderwijskwaliteit in Brussel. Ik weet dat dat voor u niet aangenaam is om dat altijd te moeten horen, maar goed, ik kan er ook niet aan doen. Het is nu eenmaal zo. Het resultaat van dit alles is ook dat Brusselse schoolverlaters het veel moeilijker hebben op de arbeidsmarkt.
Uit cijfers die ik zeer recent kon inkijken, blijkt dat 1 op 5 Brusselse schoolverlaters na een jaar nog steeds niet aan het werk is. Dat ligt hoger dan in de rest van Vlaanderen, waar het cijfer rond de 15% ligt. Hè. Dus met 20% scoren we toch wel merkelijk slechter. Voor het jaar 2015 trok zowat 16% van de schoolverlaters de schoolpoort achter zich toe zonder diploma hoger secundair onderwijs. Opgesplitst per taalrol bij Actiris waren er 16,46% van de Franstalige schoolverlaters in dat geval tegenover 12,84% van de Nederlandstaligen. Ook hebben Franstaligen het duidelijk moeilijker om binnen het jaar een job te vinden dan Nederlandstaligen. De meer dan gebrekkige tweetaligheid van veel Franstalige schoolverlaters is daar ongetwijfeld niet heel vreemd aan, zelfs wanneer ze uit het Nederlandstalig onderwijs komen. 21% van de Franstalige schoolverlaters was na een jaar nog steeds niet aan de slag, tegenover toch 12%, meneer de collegevoorzitter, van de Nederlandstalige schoolverlaters. Vraag is dus niet welke lessen het college gaat trekken uit al deze cijfers, maar of het college voor één keer überhaupt wel lessen gaat trekken hieruit. De vraag is of de collegevoorzitter voor één keer niet het pad van de misplaatste hoera-berichten zal volgen en voor één keer durft toe te geven dat er wel degelijk een probleem is en dat blijven verder remediëren met hetzelfde medicijn, zoals al jaren gebeurt, eigenlijk nutteloos is en niet langer houdbaar is. Het mag duidelijk zijn dat om van ons Vlaams hoofdstedelijk onderwijs een succesverhaal te maken, meneer de collegevoorzitter, een van de absolute voorwaarden is dat er een absoluut voorrangsbeleid voor Nederlandstalige kinderen wordt ingevoerd. Enkel door een mix te creëren en door ervoor te zorgen dat er een kritische massa aan Nederlandstaligen is in onze scholen, kunnen we ook het niveau van anderstalige leerlingen omhoog krikken en zo zorgen dat ons onderwijsniveau in Brussel het niveau kan halen van de rest van Vlaanderen. Dus mijn vraag, meneer de collegevoorzitter, bent u bereid om de voorwaarden te creëren om te komen tot een absoluut voorrangsbeleid voor Nederlandstalige leerlingen in onze scholen? Of kiest u ervoor koppig te blijven vasthouden aan uw grote gelijk om op die manier de toekomst van onze jeugd op het spel te zetten? Tweede oorzaak, meneer de collegevoorzitter, van de problemen en misschien de belangrijkste oorzaak, dat is de taalachterstand. De taalachterstand van Franstalige leerlingen, van anderstalige leerlingen in onze scholen. Dat blijkt de oorzaak te zijn van de achterstand die wordt opgelopen, van het dalen van de kwaliteit van ons Nederlandstalig onderwijs in de hoofdstad. Ondanks de bijzondere inzet van zoveel leerkrachten die het beste van zichzelf geven, ondanks de immense bergen financiële middelen die worden gestoken in allerhande initiatieven om het onderwijs in Brussel te ondersteunen. Ik verwijs onder meer naar OCB en dergelijke meer. Ondanks dat zitten we dus toch met het probleem van die taalachterstand. Wel, ons voorstel, meneer de collegevoorzitter, ik weet niet of u nog kan volgen, want het zal wel niet gemakkelijk zijn om tegelijk de problematiek van het college in de stad Brussel te bespreken en tegelijk de toekomst van onze... Dus die taalachterstand wegwerken, dat moet volgens mij, daar ligt de sleutel om te komen tot een kwalitatief onderwijs dat hetzelfde niveau kan halen dan het niveau van de rest van Vlaanderen. Ik ben wel aan het luisteren, meneer Lodes. Ja. En dus wat dat je hier zegt, daar heb je volkomen gelijk in. Goed. Alleen, pas op. Hoe gaan we dat doen? Dat is de vraag. Alleen kun je dat niet op de vinger knippen. Nee. Je hebt daar tijd voor nodig. Of, en de tijd die wij daarvoor nodig hebben, is de tijd die een volledige schoolcarrière met zich meedraagt. Want de belangrijkste doelstelling,
die de onze is met het Nederlandstalig Brussels onderwijs, is op 18-jarige leeftijd goed drietaligen af te leveren. Goed, hoe gaan we dat doen? Wel, mijn voorstel is het volgende, en ik zeg dat al jaren. Werk die taalachterstand weg via het systeem van taalbadklassen. Maak van de anderstaligen, Nederlandstaligen, voor ze aan het regulier onderwijs beginnen. Dat heeft niets anders dan voordelen voor iedereen. Dat zal ervoor zorgen dat die kinderen die anderstalig zijn, niet in het derde of het vierde leerjaar blijven hangen, omdat ze niet meer kunnen volgen. Nee, ze zullen wel kunnen volgen, want ze hebben het Nederlands beet en vast van bij het begin. Dus taaltest van bij het begin. Wie ondermaat scoort voor het Nederlands, gaat eerst in een taalbad en kan dan pas instromen in het regulier onderwijs. En dat zal ervoor zorgen dat er geen taalachterstand meer is, dat iedereen op gelijke voet begint en dat we een niveau zullen halen dat hetzelfde is als in de rest van Vlaanderen. Maar daarvoor, meneer de collegevoorzitter, is natuurlijk eerst nodig dat men inziet dat er een probleem is en twee, dat men de politieke moed heeft om kordate beslissingen te nemen in het belang van iedereen.